Ik sta hier nu bij Acro en de groep hiervoor is nu allemaal schatjes aan het maken en echt, ze gaan al zo hoog en zo gaaf. Wauw. Warm up. Ik ben dus niet heel erg lenig en dat was met het mannenturnen werd het al duidelijk, maar met het vrouwenturnen. Jongens.
De moeder is ook heel lenig. Zoals je ziet, lekker rood. Ik heb net acro gehad voor de februari sportmaat. Ik vond het echt heel leuk. Ik hoop dat jullie er ook even om kunnen lachen. Zeker. Maar wat maakt acro nou acro? Nou, acro is eigenlijk een soort turnen en acrobatiek bij elkaar. En je hebt heel veel lenigheid, kracht, behendigheid nodig en veel samenwerking. Daarvoor moet je dus elementen samen doen. Anderen de lucht in gooien, anderen op je laten steunen. Daarvoor heb je eigenlijk zoveel samenwerking. Allemaal kracht, allemaal verschillende dingen voor nodig. Nee, je acro zelf op hoog niveau. Ja. En hoe vaak in de week geef je hier les? Ik geef nu 3 keer in de week les. Dat doe ik dan aan 2 verschillende groepen. Eigenlijk 3. Ik doe een topjesgroep met allemaal kleintjes. Dan doe ik deze groep waar we net hebben getraind. En dan doe ik nog 1 hogere groep. En zelf train ik dan 8 keer in de week. En dan doe ik zelf op de allerhoogste niveau. Lekker. En allemaal hier in het Victorium? Allemaal hier in het Victorium. Ja. Zit je dan op het CSE dat je dat komt? Ja, kijk. Ja. Yes. Dus, en hoe kun je nou beginnen met zo'n sport? Ja, nou eigenlijk heb je er wel altijd gewoon veel plezier in nodig. En een beetje lenig zijn van tevoren is altijd wel handig. Maar we beginnen altijd op het laagste niveau. Daar worden de kleine dingen aangeleerd, zoals een koprol, een handstand, een ratslag. En dan vanuit daar kan je eigenlijk binnen deze club blijven doorgroeien. En dat kan ook hier. Ja. Ja, oh, oké, top. Dat is leuk. Ja. Heb je nog spullen nodig voor deze sport? Nee, eigenlijk gewoon jezelf en goede sportkleding. Nou ja, leuke club om bij te zitten. En zou je het voor iedereen aanraden? Want nu waren het alleen maar meiden, maar zijn er ook jongens die acro doen? Ja, zeker. Zijn ook jongens. In Nederland niet zoveel. In andere landen meer. Dus jongens zijn van harte welkom. Yes. En ook vanaf alle leeftijden volgens mij? Zeker. Ja, we hebben dan in de oudste groep zitten dan ook wel echt mensen van 25. Ja. In de jongste, we beginnen dan bij de leeftijd 5 of 6. Dat is wel het minimale. Nou ja, eigenlijk voor iedereen mogelijk. Geen excuses dus meer. Dus in het kader van de sportmaand, ik zeg doneer en probeer. Dus help even. Doneer voor die kinderen die niet zelf kunnen sporten. Zodat ze ook een keer kunnen acroën. En lekker kunnen genieten van de sport. Dus probeer doneer, kom een keer. En ga net als mij lekker springen, dansen en mensen gooien. En dat was hem. Fijne dag, jongens. Jullie bedankt. Ja, geen probleem.